Voor de tweede keer in korte tijd organiseert Eindhoven een topsportevenement in coronatijd. In december de International Swimming League in een leeg Pieter van Hogebandstadion. En vanaf vandaag het WK Dammen in een al net zo levenloos conference center op de Hightech Campus. Maar daar hoor je de dammers niet over klagen. Voor hen is die rust juist een zegen. Voor hen is het gewoon super cruciaal dat zij volop kunnen concentreren. En ook voor de mensen thuis. Het is een gekke sport als in voor veel buitenstaanders. Want je speelt van 11 tot misschien wel 4 uur vanmiddag. Het is de hele tijd nadenken. Het is 20 minuten per set. Dus je hebt veel ruimte voor je hoofd nodig om na te denken. Een fysiek spektakel is het natuurlijk allemaal niet, zo'n damwedstrijd. Toch wordt het WK-duel op de voet gevolgd door meerdere journalisten, analytici en zeker 3000 damliefhebbers over de hele wereld. Die iedere set, ook al duurt die soms een kwartier, in spanning afwachten. En het leuke is dat we, doordat we met Twitch samenwerken, dat ook veel jonge beta-talent mensen aanspreken op een gamingsplatform. We hebben hier achter ook een eigen studio gebouwd, waar we nu een verslag doen met jonge dammers die in het Engels nu duizenden mensen over de wereld vertellen wat hier gebeurt. En ja, het bijzondere is van zo'n tweekamp, het is man tegen man in dit geval. Dus het is een spannende strijd en ja, je wil weten wat er gebeurt. Dus je ziet ook veel mensen die even komen kijken, weer even weggaan en blijven volgen. Oh ja, het duel om de wereldtitel gaat trouwens tussen de Rus Schwartzman en zijn Nederlandse uitdager Roel Boomstra. Het eerste duel eindigde vandaag in een remise.